In de Schotse hooglanden arriveert de ondernemende Robert Jan met zijn vrouwelijke metgezellen bij de plek waar, naar zijn verwachting, de Schotland-connoisseurs zich van de groentjes zullen onderscheiden. Laarzen aan, toch? Die voor mij bestaan daar. Oh ja, die moet misschien aan de andere kant. Ja. Hey. Oh. Dankjewel. Brought some girls with me, this is Louis. Hi, I'm Louise. Hi. Hi. Nice to see you. Come in. Thanks for having us. Hello there. Hello. Marcus. Pleased to meet you. Hello, Marcus. Ik denk dat het puinhoop en chaos gaat worden. Ik denk dat, dat Louise het helemaal fantastisch gaat doen. Die gaat ervoor. En Suzanne gaat halverwege opgeven. En misschien wel komen ze wel naar me toe. En dan vragen ze of ze geholpen kan worden. Dat is wat ik verwacht. The first prize is a night with Robert. Wow. Oh, it's a competition. You know what second prize is? Two nights. Ik heb heel veel zin in het schieten wat zo meteen gaat komen. Ik ga raak schieten, maar ik ga niet winnen. Ik ga iets anders winnen. Ik voel me echt zo'n pakezel. May the best girl win. Nou, we make a wee move. Oké. Okay. Nou, succes. Post the gun up. Stiekem wil ik toch wel alles raak schieten, hoor. En dan word ik gewoon een beetje fanatiek. Pol. Oh. Well, that was a tricky one. Je let wel op hoe er geschoten gaat worden als we beginnen. En nou ja, je ziet het fanatisme waarmee Louise aan het schieten is. Oh, he's cheeky, that one. Bounced again. Ik had er eventjes de indruk dat ze alles om zich heen had. Alleen gefocust was op de instructeur, op Marcus in deze. Die competition is dan gaande. De heat is on. Paul. Think of somebody you don't like. Okay? Oh, that's easy. Somebody you don't like. Paul. Follow it. Yeah! Hold on. Perfect. Ja, met dit soort dingen wil ik wel heel graag winnen, ja. Ja, maar dat heeft iedereen toch? Yeah. Whoop. Hey. Think of someone you don't like. It seems to work. That works. Seems to work. I like everyone now. You like everyone. No, nice. That's not. That's too nice. Okay. Pool. Yeah. Yay. Okay then. But who were you thinking of? Yeah, you want to know, hè? Robert. Ja, er gingen best wel veel mensen door me heen, maar ik ga het toch echt niet zeggen. Nee, dat hou ik voor mezelf. Maar het was wel goed raak. Dus diegene is niet blij als hij weet dat ik aan hem of haar dacht. Hey. Gaat goed. Is gelijk. Ja, ja, ja. In Schotland is het vergelijkend ware onderzoek van Robert Jan nog altijd in volle gang. Hier onderscheiden zich de naaldhakjes van de outdoor boots. En waar de ambitieuze Louise helemaal opgaat in het schietfestijn, houdt de vrolijke Suzanne goed in de gaten waarom ze hier eigenlijk is. Okay. Ja. Ik haal wel een beetje de momentjes eruit en denk van oké, nu zie ik dat je mij ziet of nu stoor je bij mij. Of is gewoon een beetje stiekem kijken. Dat zo, ja, dat is het eigenlijk. Dat is leuk. Wow. No. Oh, oh. Niet. No. Ja. No. Dat gezicht ook. I'm the man. Ja, je hebt plezier met elkaar, lol met elkaar. Als je dat in tijd zou moeten zetten, dan heb ik met Louise zo'n beetje lol en met Suzanne heb ik wel een beetje zo'n beetje lol. Come here with your bullets. What are they? I don't take to keep one, two. This for the. Count them, Robert. It's five for the. This is for the. Come in. So the first place, that's very obviously, it's yours, Louise. It is. Oh wow. Venus the. Venus, the Venus. Venus, the Venus, the Venus. Venus, the Venus, the Venus. That's the name of the statue. So that's the prize, the first prize. And we have the second prize, that's for you. It's a bit of a shame, of course, but this is your trophy. Well, very nice. Hey, well, look at that. Well, congratulations. Congratulations, Louise. Oh. No, I'm just kidding.